bij een nieuwe aflevering van Interieur Junkie TV, waar ik vandaag op de bank zit van Rosa. Hoi. Rosa kennen jullie waarschijnlijk wel. Ze is fotografe en ze is een van de allereerste bloggers voor Interieur Junkie. Eigenlijk de eerste. Dus ja, ik ga het een en ander vragen, want ze woont in een kamer, anti-kraakwoning in Rotterdam. En zoals je ziet, het zit vol met leuke snuisterijen. Daar ben ik heel benieuwd naar, dus kijk maar snel verder. Kun jij je woonstijl in 3 woorden omschrijven? Ik denk dat goud toch wel een vrij essentieel gedeelte is. Joh. Kijk naar dit en dat en daar en daar. En goud. En, ja, en ik denk toch wel grappig ook wel een beetje. Met de donut en met de opblaaskrokodil. Spetter. Absoluut, okay, absoluut. Hij heeft een naam. En die zien jullie nu niet, maar we hebben daar ook nog een grote boom met een panda erin. Ja. Dat vind ik toch wel leuk, dat soort kleine dingetjes. En als laatste woord, ja, groen. Ik hou echt heel erg van planten. Ja. Overal, het liefst zoveel. Jij adopteert graag planten. Heel graag, ja. Absoluut. Want dit is van het adoptie. Dit is van het plantenhuis, ja. Het plantenhuis, die heb jij geadopteerd en je hebt hem helemaal nieuw leven. Ja. Plantenasiel. Ja, en hij is ook veel beter gaan groeien dan ik dacht. Want hoe leuk ik planten ook vind, ik heb niet heel erg groene vingers. Dus ik heb ook wel aardig wat sterfgevallen gehad. Maar dat is weer een mooie excuus om een nieuwe te kopen. Ja. Meer vertellen over dit pand? Ja, het is heel vroeger een kleuterschool geweest. Bewaarschool staat er nog op de voorkant. En ik denk in de jaren 70 is het een kantoorpand geworden. Dat was oranje, de vloer was rood, de plinten waren paars. Okay, de vloer heb ik er gewoon echt helemaal ingelegd. Die komt uit een vloer of uit een winkel in Vlaardingen. Ik samen met mijn huisgenootje en mijn vader hebben we die er eerst daar uitgehaald. Toen hebben we hem hierheen vervoerd. Toen heb ik hem samen met mijn vader erin gelegd. En toen heb ik hem daarna nog 2 dagen over gedaan om te schilderen. Wauw. De verf was gewoon niet zo heel goed. Dus vandaar dat nu afladder. Vraag, je hebt het eigenlijk al in je handen. Het gaat over jouw meest dierbare item in huis. En dit is wel een hele bijzondere item van jou. Ja. Vertel. Dit is een katschedel van de kat die ik bij mijn ouders thuis had. Kijk. Rover dus. Ja. En ineens had je zoiets van, Rover gaat, die is er niet meer. Ik ga er een kunststuk van maken. Ja, ik vond het eigenlijk, ik heb altijd wel een beetje een fascinatie gehad voor schedels. Vond ik altijd best wel mooi, gewoon hoe dat eruit ziet. Ik had denk ik nog nooit een katschedel gezien ook. Dus ik was eigenlijk ook wel benieuwd hoe het eruit zag. En ik vond het gewoon heel fijn dat ik nog een fysiek iets had van hem. Klopt. Over. Koeie. Wat is jouw ultieme woonwens? Ja, ik denk toch wel een groot huis met een zwembad. Kijk. Want het lijkt me toch wel heerlijk om elke dag gewoon wakker te worden. En daar even een baantje in te zwemmen. En dan verder te gaan met de rest van je dag. En dat deze 2 exemplaren ook alle absoluut, ruimte hebben. Absoluut. Okay. Ja, zeker. En dat er waarschijnlijk ook nog wel meer bij komen. Kijk je in het prachtige
filmpje van Rosa. Rosa, heel erg bedankt. Geen probleem. En vonden jullie dit nou weer een hele leuke, inspirerende video? Zou ik zeggen, duimpjes omhoog. Vergeet je niet te abonneren en een reactie achter te laten. En als je nog even alles wil doornemen wat betreft deze binnenkijken, op mijn site staat een complete fotoshoot. Dus daar vertellen we ook meer van waar alles vandaan komt. En ik zou zeggen, tot de volgende video. Doeg! Heel leuk weekend gehad, want ik ben jarig geweest. Ik heb het niet echt gevierd, omdat het een beetje een hectische periode is. En als je 32 wordt, is dat natuurlijk helemaal niks om te vieren. Dat is natuurlijk helemaal niet leuk. Maar vandaag ga ik zo op mijn vouwfietsje naar Amsterdam. Want ik heb een hele leuke lunchafspraak met Sandwich.